Goedendag, dit is de Telegraaf Nieuwsflits van dinsdag 10 januari. Met het nieuws in 100 seconden. Amerikaanse sluipschutter liquideert 160 man. Reiziger is OV-chip spuugzat. Hologrammen die je kunt aanraken. En dealen in de taxi. Vier keer vocht hij aan het Iraakse front. Zijn tegenstanders noemden hem de duivel van Ramadi. En tijdens zijn werk bij de Navy SEALs schoot hij minimaal 160 mensen dood. Chris Kyle is de dodelijkste scherpschutter uit de Amerikaanse geschiedenis. What goes through your mind when you're shooting a guy? It's usually a guy. The first time of killing someone, you're not even sure you can do it. I mean, you think you can, but you never know until you actually put in that position and you do it. Chris Kyle heeft een autobiografie geschreven over zijn tijd in het leger. Reizigers en vervoerbedrijven zijn woedend op chipkaartbeheerde TransLink Systems. Naar nieuw trammeland met de OV-chipkaart. Tienduizenden reizigers van bus, trein, tram of metro kregen gisteren te maken met een landelijke storing van het OV-chipkaartsysteem. Tegoeden en abonnementen die via internet waren aangeschaft, konden bij de oplaadpalen niet op de chipkaart worden gezet, waardoor mensen niet konden reizen. Japanse wetenschappers hebben aanraakbare hologrammen gemaakt. Hologrammen zijn driedimensionale beelden die door twee verschillende lichtbronnen worden gemaakt. En tot nu toe waren ze alleen maar te zien. Researchers at Tokyo University have come up with a technology that is a first and significant step away from the mouse and keyboard, touchable holograms. Volgens de onderzoekers kunnen we in de toekomst heel veel van de nieuwe techniek verwachten. In taxis in Amsterdam kun je ook drugs kopen. Een team van het televisieprogramma Po Nieuws wist een transactie te filmen met een geheime camera. Ik doe wel wat voor de goeie shit. Anders geef ik het niet. Ja, goed. Mag ik zelf kijken eerst? Dit was de nieuwsflits. Bekijk op de site verder het laatste nieuws. En kijk ook naar de drie lol-video's, zoals deze, waarbij je 4x4 in volle vaart een wiel verliest. Op de snelweg. Dude, tot morgen.